Ja, wel, maar je bent nog niet buiten geweest. Dus je hebt geen idee. Zo, mijn haar. Het waaide zo hard. Sarah was net de salade aan het eten en die zat naast mij. Alleen toen ging de helft van de salade over mij heen. Dus ik kan niet uitleggen, maar ik vertel het ook echt te vaak. Goedemorgen deze dinsdag. We beginnen deze dag met lekker geroosterd brood. Met jam, mandarijntjes en thee. Net lekker gedoucht en me een beetje opgemaakt. Te veel niet, want we gaan toch niet doen, niks boeiends doen. Dat kan ook niks. Ik heb deze top aan van Typhoon, broek van Levi's en mijn oude vertrouwde pantoffeltjes. Hallo vlog. Hi. En nu tijd voor een rondje door het huis. Straks hebben we weer Sarah's afspraak, dus dan moeten we de deur uit. Dus ik ben nog even zoveel mogelijk school aan het doen. En ik gewoon allemaal van die random dingetjes. En het is ook echt rot weer. Het waait, het stort, het regent. Het is Windy Tuesday. Ja, wel, maar je bent nog niet buiten geweest. Dus je hebt geen idee. We zitten in de auto. Niso, die had DHL-retourpakketjes. Maar de punten zijn overal dicht. Maar ik heb vanavond de picknick. En bij de picknick kan je dus je DHL-retouren meegeven. Dus die zou ze komen brengen. Maar we hadden geen tijd afgesproken. Dus die stond precies voor de deur. Op het moment dat wij dus naar buiten moesten lopen. Dus we hebben ze snel aan de gang gegooid. En het is meegelopen naar de auto. Maar eigenlijk wel jammer. Want anders kan je gelijk een bakkie doen. Maar dat ging dus nu niet. Maar goed, we zitten dus nu in de auto. Ik breng Sarah weg. En dan ga ik weer even een bakkie doen. En ik krijg weer thee met koekjes. We zijn weer thuis van mijn haar. Het waait dus zo hard. Ja. Echt, ik wilde vanochtend eigenlijk krullen zetten. Toen dacht ik, nou, ik moet dit weer, laat maar. Maar echt, de knopen zitten erin. Maar dit is zo leuk. Sarah had honger. Dus die is nu de eigen salade aan het voorbereiden. Lukt het niet? Moet je even, nee, andersom. Je draait je mesje verkeerd. Eerst met een puntje een gaatje maken eigenlijk. Zie je? En dan kan je hem wel snijden. Goed uitkijken met je vingers, hè? Kan je een beetje rondom draaien. Kijk hoe leuk. Sarah heeft deze helemaal zelf gemaakt. Sarah was net de salade aan het eten en die zat naast mij. Alleen toen ging de helft van de salade over mij heen. Dus ik heb me even omgekleed. En nu ga ik koken. Yay! Yeah. Carbonara! Ja. Dat is carbonara. Lekker. En je hebt je salade er allemaal op, dus... Zij mag wat kiezen of de salade voor het eten of de salade tijdens het eten. Ja, en ik heb het zelf gemaakt. Je hebt hem zelf gemaakt. Dat zijn de lekkerste, hè? Ja. Ik wil even erbij. Ik doe mijn spekjes. Doe ik altijd kippen. Dat is zoveel makkelijker dan snijden. Ja, en we zeiden het ook tegelijk. We zeiden het helemaal tegelijk.
Sarah ligt op bed. Oh jeetje, echt. Het schermpje boven is zo licht. En dan druk ik op filmen en dan valt al het licht op de een of andere manier weg. Echt, ik kan niet uitleggen, maar ik vertel het ook echt te vaak. Maar goed, ik ga heel snel editen en dan komen zo de boodschapjes. Boodschapjes! We hebben net Penosa gekeken. De film. En die hebben we voor een gedeelte niet helemaal. Zo. En ik ga Sarah de schoentas inpakken voor morgen. En dan had ik bedacht, ze hebben altijd zo'n map voor werkjes. Maar daar ga ik gewoon alles in verzamelen wat helemaal af is. Als toevallig nu één A4'tje wat los is. Maar dan hebben we gewoon een plek voor alles wat gewoon ingeleverd kan worden. En wat dan niet weer gepakt hoeft te worden. En dan doe ik gewoon de stapel in haar tas. Morgen gaat ze naar oma voor school, dus dan ben ik er weer in de ochtend. En zo heb ik één dag in de week dat ik toch even aan alles een beetje kan doen. Want homeschoolen, het vraagt best wel veel tijd en aandacht. En je komt echt aan niks toe mee. Zo, anders zit er zo op mijn tablet bij. Dus ik heb in ieder geval alles klaar voor morgen. Dan hoef ik dat morgen niet te doen. Doe liever nu, zeg maar. Tijd voor een gezonde avondsnack. En nu is het tijd om lekker naar bed te gaan. En het is gewoon nog voor ene. Dus ik ben een beetje trots op mezelf. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.